10 kilometer hard gelopen. We gaan vandaag kickboksen met Petra Jansen van Doorn. Ze is een thaibokser. Onwijs sterk. We moeten nog 5 kilometer. Kom op, opschieten! Begin maar. 100 keer opdrukken. Kom op, nu gaan! Maar doorzaken, borst aan de grond. Wat moet ik hier dan mee? Petra, hoe gevaarlijk ben jij? Gevaarlijk? Nou, ik vind mezelf helemaal niet gevaarlijk eigenlijk. Heb jij wel eens je eigen skills die je hebt met het vechten wel eens moeten gebruiken op de straten? Nee, eigenlijk nooit. Nee. Ik denk misschien dat het ook wel de uitstraling die ik heb tot mensen iets zeggen van nou, laat haar maar lopen, pak iemand die wat zakken eruit ziet ofzo. Als je jezelf je cv'tje mag bekijken, wat heb je allemaal gedaan? Nou, eigenlijk relatief heb ik weinig wedstrijden gedraaid, maar ik draai wel een tijdje om mee, zeg maar gewoon iets echt sportgebeuren. Ik heb zelf een school, die heet Komaro Gym. Mm-hmm. Ik train zeg maar 10, 12 jaar en dan zo ongeveer. 18 wedstrijden weg. Ik ben wereldkampioen geworden vorig jaar in Thailand, mm-hmm. in Bangkok. En ik heb in Canada heb ik internationale titel gewonnen. Dus ja, wat dat betreft, ja, dat zijn leuke dingen. Ik heb ook meegedaan aan het wereldkampioenschap voor amateurs. Dat is lang geleden. Toen heb ik zilver gewonnen. En ja, ik hoop dat er eigenlijk dat ik nog heel veel bij kan schrijven op mijn lijstje. Zoals de meeste topsporters hebben dan wel een tijd voor jezelf. Heb je een gezin? Heb je dingen erbuiten? Of is het puur alleen sport? Nou, eigenlijk, ik denk zo bijna 99,9% is van sport. Ik heb geen gezin. Ik ben vrijgezel. Ik heb de sportschool en ik reis best wel veel. Mm-hmm. Ik probeer mijn wedstrijden te rijden. Ik coach mijn jongens zeg maar, voor hun wedstrijden. Mm-hmm. Ja, dan blijft er eigenlijk heel weinig tijd over. Wat ga je vanavond eten? Vanavond, ik denk kip met rijst of zo. En wel groenten. Heb je een speciaal dieet ook waar je aan vast moet houden? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Aan de ene kant eet ik wel heel gezond. Maar ik vind het ook gewoon lekker. Ja, genoeg gelof. Ik ga naar die dames toe. Kijk waar die oude wijven zijn. Je hebt groot gelijk. Pak ze. Dames, kom op. Opschieten. Duurt te laat. Kom op. Smek hem door midden! Juist, dat is wat we willen! Ik heb mijn handschoenen aangetrokken. Daar ben ik helemaal klaar voor. We zijn ontzettend afgemat door Petra. En Petra gaat ons even wat technieken leren. We gaan even verder met drillen. Wat gaan we doen? We beginnen met een paar simpele trappen. Midden trappen. Op het bed. Daarbij. Je stapt met je linkerbeen goed naar buiten. Nou, begin maar. Maak maar iets van je. Handen vanaf je kin. Handen hoog houden. Ja? En ja, kom maar. Nog meer indraaien. 2, 3, 4, 5. Ze komen tegen me. Ze zijn zo lui. Ze bewegen zo weinig. Ja. Oké, kom maar terug. Kom maar terug. 10 maal. Ja, kom maar. 1. Klagen. Je moet ook afvallen, hè, vind ik. Zijn er nog burgers? Ja, kom maar. Ja! Doe
hoor. 3, slaan. Stop is stop. Oké, dames. Uit elkaar. Handen. En... fight! Oké, gedaan. En de winner is... Butter, Harry, butter, butter, Harry, butter, butter. Sta maar aan. Ja. Je hebt het gezien, ze hebben de dames even beet gepakt. En hoe? Ja. Ze tijgen. Ja. Maar ik dacht altijd dat kickboksen toch een beetje een mannensport was. Maar hoe voel jij je eigenlijk in die als vrouwelijke thaiboksen in de mannenwereld? Tussen aanhalingstekens. Ja, je hebt gelijk, het is een mannenwereld, 100%. Nou, voel ik me erin. Ik weet niet beter eigenlijk meer. Het is nou al 10, 12 jaar. En ja, laat ik het zo zeggen, eigenlijk al mijn trainingsmaatjes zijn nog gewoon vrienden. Ja. Daarbuiten gaan we ook stappen met z'n allen en zo. En, okay. Ja, ik ben gewoon één van hun. Het is nooit dat daar echt onderscheid in wordt gemaakt van, oh, jij bent een meisje. Helemaal niet. Vind je niet dat er bijvoorbeeld te weinig aandacht aan wordt besteed? Of dat het mannen eigenlijk naar voren wordt getrokken? Terwijl als ik jou als vechter zie, vind ik gewoon dat je talent hebt. En dan moeten er toch meer van zijn. Ja, er zijn er veel meer. Er zijn veel meer dames die ook echt, echt goed zijn. Ja, het begint nou op te komen. En er is geen discriminatie in. Alleen het is natuurlijk wel zo, wat wil het publiek zien? Thaiboksen is toch best wel een... sport, zeg maar, met een hoop van entertainment. Actie. Ja, actie, ja. Entertainment, is in een ring, hoop show eromheen. Ja. En dat betaalt zich uit natuurlijk, ja. Hè? Precies, nou, dat is het ook. Je krijgt natuurlijk veel klappen op je hoofd. Mm-hmm. Eigenlijk overal krijg je wel een paar klappen en trappen. Dus willen we even jouw harde C-schijf eventjes gaan checken. Kijk, ik ga een paar woorden voor je opnoemen en dan moet jij ze even gelijk herhalen van mij. Kijk je of je dat... vissersboot. Vissersboot. Ja, dadelijk mag je ze achter elkaar. Als ik er 5 heb opgenoemd, oh, ja, we gaan het een beetje kutste. Lastig maken. Vissersboot, cactus, buschauffeur, paling eend. Ja, hey, ik heb een... brandnetel. Even kijken, vissersboot, cactus, wat was je allemaal van palingboom? Dat bedoel ik, zij hebben al veel te veel klappen gehad. Even in het kort. Als we jou willen zien vechten of we willen meer filmpjes van jou zien of willen weten waar je staat te vechten, waar kunnen we dan kijken? Of waar, Komarogym.com. Daar staat binnenkort alles op. Er komt nou een nieuwe zie site. Zie onder in beeld. Komarogym.com. In ieder geval daar moet je op kijken. Ja, er zijn verschillende kickboxforums waar het een en ander op komt te staan. En ja, voor de rest, ja, ik denk voornamelijk op mijn eigen site, want daar zet ik alles op. Goed bezig. Nou, ik denk dat jullie genoeg weten. En als jullie echt meer willen weten, dan moet je gewoon blijven kijken. Ik zie jullie wel. Je hebt het kunnen zien. De zaak was erbij. Petra Jansen, Kicks Ass, jullie chicks en gasten moeten oppassen. Want die chick is gewoon